alweer een tijd in het Overijsselsland. En elke week is er weer wat anders aan de hand. Gewoon Marjolein. Ze neemt je mee met haar belevenissen. Elke keer maar weer. Koken, bakken, fietsen, wandelen. Nog zoveel meer. Gewoon Rob en de kleine, het is toch altijd fijn. Je kijkt niet naar een nieuwe vlog van Rob Marjolein. Hey hoi, en wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlog. Thanks voor de lieve en leuke reacties op de vorige vlog en vlogs. En het is zondag en het is net 9:30 geweest. En Lin zit bij mij nog lekker in de pyjama aardbeidjes te eten en Ranja te drinken. Ja, dat klopt, hè? Ja, goed zo. En gisteren zijn we lekker een dagje weg geweest. Gistermiddag met vrienden. En toen zijn we naar een soort van dierentuin geweest. In Kallenkoten. Dus dat is in de buurt van Meppel, Steenwijk, die kant op. En ik had natuurlijk mijn camera mee. Dus ik heb wat beelden gemaakt. En daar zaten voornamelijk Indonesische dieren. En was echt super leuk. Was alleen heel slecht weer. Nu regent het trouwens ook. Maar het was super slecht weer, dat was nadeel. Maar we hebben heel veel vogels gezien. Maar voornamelijk vogels. Ik vond het wel trouwens wel een beetje duur. Het was 12,50 per persoon. Lin was gelukkig nog gratis. Maar vanaf 2 jaar zou zij daar een tientje moeten betalen. Eerst was er een gedeelte binnen. Een soort, ja, ik noem het zelf de vlindertuin. Maar er zaten er allemaal vogels met allemaal grote bomen. En het was best wel warm daar, warm klimaat. En daarna liepen we eigenlijk naar buiten. En toen kwamen we ook in een gedeelte waar gewoon vogels loslopen en vliegen en van alles en nog wat. We hadden ook verschillende kooien waar verschillende dieren in zaten. Heel veel soorten vogels, uil, een uil volgens mij. Verschillende soorten katten. Maar nou wel van die wilde katten, een beetje tijgerachtig. Wat hadden ze nog meer? Ik ben heel goed aan het nadenken. Een soort van reigerachtige vogel. En, nou ja, ook een papegaai trouwens. Die ging ook steeds praten. Super schattig. En ze hadden ook nog buiten, dat zie je zo meteen ook wel, een soort van beetje kinderboerderijachtig. Daar liepen ook eenden met zo'n hele lange nek. Konijn, een hele grote. En ja, eigenlijk gewoon heel leuk opgezet. Ik dacht eerst van, oh, is het alleen binnen? Maar je kwam steeds van het een in het ander. En uiteindelijk was het ook gewoon klaar. En had je ook een soort café daar. Met een winkel erbij in. Waar je dus ook spekkoek kon eten. En speciale koffie kon drinken en zo. Dus daar zijn we 2 uurtjes geweest. Wat ik zeg, jammer van de regen. Het was echt een blubberboel daar. Overal ligt van dat gelige, wittige zand. Wat snel ja, aan je kleding gaat zitten. Wat vies wordt. Bah, zeg maar, zou Lin zeggen. Dus dat hebben we gedaan. Daarna zijn we lekker weer naar huis gereden. En zijn we uiteindelijk gisteren aan het eind van de dag, begin van de avond, uit eten geweest hier bij Droomstam Restaurant. Dat is bij ons heel dichtbij. En voor het eerst was Lin ook weer sinds een tijd mee naar een restaurant. En ik moet zeggen, ze heeft zich heel goed gedragen. Ze heeft lekker patatjes gehad met kipnuggets. Een beetje brood vooraf met ons. En Rob en ik hadden een toetje gedeeld. En daar was hij natuurlijk mee aan het snoepen met het fruit. En slagroom, wat ze echt super lekker vindt. Lin hier lekker naar bed en hebben wij nog lekker met vrienden gezeten. En vannacht lag ik rond 11:15 in bed, dus voor mijn gevoel een kort nachtje. Want Lenny was lekker rond 7:30 weer lekker aan het kletsen. En die zit nu nog lekker in de pyjama omdat het lekker zondag is. We hebben vanochtend lekker croissantjes gemaakt, wat ook super lekker is. Dus ja, gewoon een luie zondag om het zo te zeggen, aangezien het ook echt super slecht weer is. Maar goed, over die dierentuin. Ja, je gaat zo meteen die filmpjes zien. Het is een aanrader. Hou er wel rekening mee dat je geen hele dag kwijt bent. Het is voornamelijk vogels en zo. En heel veel is buiten. Dus mocht het regenen, zou ik het niet adviseren. Verder, ja, we kwamen erachter eigenlijk via Google. Ik was aan het googlen op iets met dierentuin. Of nou ja, Lin is natuurlijk gek op dieren, dus zodoende. Dus ja, een leuke dag gehad. De filmpjes ga je inderdaad, wat ik net al zei, zo zien. En dan sluit ik hierbij ook de vlog af. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken. En tot volgende week.